Oké, dan gaan we eens eventjes, we gaan eens even starten. Ik pak de presentatie erbij. Oh, mijn screen ben ik al aan het sharen, zie ik. Ik ben er ook allemaal met de computer. Hè. Dit had ik voorbereid. En we gaan weer eens gas geven erop om ruimte over te houden om lekker te spelen. Les 3. Een stukje over uitkomen. Maar dat uitkomen heb ik gisteren ook al verteld. Tijdens het spelen. Als je uitkomt. Jules, wie is degene die uitkomt? Mag met je mond vol. Als je vader niet kijkt. Volgens mij is dat degene die als eerste biedt. Ja, degene die als eerste een kleur heeft geboden is de leider. En degene die start is degene links van de leider. Ja. Oké. Okay. Het doel van de uitkomst is, je probeert natuurlijk slagen te ontwikkelen. Dus stel je voor je speelt tegen Sans en je hebt de koning, de vrouw, de boer, de 10 en de 9. Als je dan de koning start, wil je het aas eruit pesten om slagen te maken. Dus dat is het belangrijkste doel. En je wil je partner ook iets vertellen over je kaart. En daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. Die afspraken maken we in de bieding, maar die afspraken maken we ook in het spelen. Dus met een uitkomstkaart wil je je partner iets vertellen. Partner, ik heb ook. Oké. Een serie, ik zeg wel de hele tijd tegen jullie van je moet de hoogte van de serie staat, maar dan denk je, wat is een serie? Nou, de serie is twee of meer honneurs, en de honneur is aas, koning, vrouw, boer of tien, die in een rang op elkaar aansluiten. Dus hier zien jullie het, aas, koning, de hoogste van de serie is aas, koning, vrouw, klein, de koning, et cetera. Hoef ik hier niet verder uit te leggen. Je afspraak is, je komt met de hoogste van de serie uit. Dit is ook eigenlijk hetgene wat je het liefste start. Op het moment dat je zo'n serie hebt, dan start je. Is Heerboer ook een serie? Nee, Heerboer is geen serie, want dan mist de vrouw. De serie is alleen maar op elkaar volgende honneurs. Heerboer is geen serie. Nee. Leerpunt van een serie, kom je de hoogste uit. Maar het betekent ook iets, hè? Want wat vertel jij daarmee, Bente? Stel je voor, jij start met de koning. Wat vertel je dan eigenlijk aan je partner? Nou, dat je daaronder dus nog een vrouw hebt zitten. Heel goed. En wat vertel jij als je de vrouw start? Ja, dat je daaronder een boer hebt of juist een heer daarboven hebt zitten. Nee. Heel goed. Wat je onder de boer klopt wel. Als je de vrouw start, geef je aan, ik heb de boer, maar ik heb de koning niet. Want wij hebben afgesproken, we starten de hoogste van de serie. Als je de vrouw start, dan geef je hem toch niet, dan start je daar toch juist niet mee. Wil je nog één keer halen, sorry? Nou ja, stel je hebt aas heer. Waarom zou je daar dan mee starten met een aas? Waarom niet? Nou, omdat iedereen dan laag inzet en dan is het heer nog in het spel. Klopt inderdaad, maar het is wel de afspraak. Je wil dan gewoon die slagen meenemen. Als je aas, koning, klein, klein hebt, start je het aas. Daar wil je je maat wat mee aangeven. Maar als je zelf ook de heer hebt, dus als jij zeg maar een aas inzet omdat je de aas en de heer hebt, kan de heer ook niet meer in het spel zijn, want die heb je zelf. Oh ja, dat is waar. Vanuit je eigen hand natuurlijk. Luc zegt trouwens in de chat dat ze... Jij weet hoe je zus denkt blijkbaar. Helemaal goed. Ik kan het horen en ook niet praten, zegt Luc. Nog één keer, Luc? Luc die zegt... Voor mij doet het geluid stom, ik kan niks horen en ook niet praten. Oh, dat is vervelend. Ja, dan zal hij zelf even moeten kijken om dat beter te doen. Ik zal eens kijken of dat ik iets kan zien. Maar Tom, als je dan bijvoorbeeld een aas hebt en daaronder dan een vrouw en een boer. Of een heer hebt en daaronder een boer en een tien. Wat gebeurt er dan? Heel goed. Nou, dan ga je gewoon de hoogste van de serie starten. Dus dan start je het aas. Okay. En als je... het aas, de boer, de 10 en de 9 hebt, start je de boer, want dat is ook de hoogste van de serie. Als je hebt de koning, de 10, de 9 en de 8, start je de 10. Dus de hoogste van de serie. Dat is belangrijk. Kijk, als je een lange kleur hebt zonder honneurs, dan start je met een kleintje. Weet je nog? Kleintje belooft plaatje. En de derde man? Jorik? Doet wat hij kan. Doet wat hij kan. Ja, maar goed. En dus dat betekent, hè, dus dit is ook duidelijk, hè, want dat is ook wel logisch. Op het moment dat je hier met een kleintje start, en je partner heeft de aas, of de vrouw in dit geval, of hier de koning of de vrouw, of het aas.
dan wil je bij de tegenpartij de kaarten eruit spelen om jouw eigen kleurtje hoog te maken. Dus kleintje belooft een plaatje. En een hoge kaart ontkent. Nou, dit zegt eigenlijk, joh maat, ik heb er niet zoveel van. Dit is een beetje een droevige kaart, hè, als je dit hebt. Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal hartes, maar van zo'n rommelkaartje start je met een hoge. Als je met een 2 start, dan geef je eigenlijk aan partner, ik heb een plaatje, maar een hoge niet. Uitkomstkaart. Even kijken hoor. Zullen we proberen gewoon om de beurt te roepen? Ik ga geen naam roepen, mogen jullie zelf doen. Hand 1. Schoppen 3. Ik kies voor schoppen boer. Hoogste van de serie. Boer 10, 9. Oh ja. Ja, het is een beetje een lastige. Ja. Schoppen 3 was keuze 2. Kleintje beloofd plaatje. Volgende. Hand 2? Ja. Ruiten 7. Ruiten 7, dat is een soort middenkaart. Maar ik zou kiezen voor harten 2. Kleintje beloofd plaatje. Oh ja. Ja? Nee, maar het is gewoon even dingen. Jorik, hand 4. Oh. Luigi doet hij. Van een vrouw, ruiten vrouw. Ja, ruiten vrouw van vrouw boer 10. Maar... waarom zou je niet dan ruiten 5 doen, dan haar kleintje beloofd plaatje? Dat is toch hetzelfde? Klopt inderdaad. Eigenlijk is dat hetzelfde, geef je hetzelfde mee aan. Maar weet je wat het gevaar is? Het gevaar is dat dan dat iemand ineens de 9 maakt. Stel je voor dat de leider heeft aas koning 9, dan kan hij met een 9 kan iemand pakken. Jouw doel is eigenlijk om zo snel mogelijk de hoge kaarten eruit te spelen. Om daar iets mee te winnen. Ik ga even een extreem voorbeeld geven. Stel je voor, je hebt koning, vrouw, boer, klein. Koning. Probeer maar even in je hoofd te houden. Koning, vrouw, boer, klein. Ja. Trouwens, ik kan het weer tekenen. Ga ik hoor. Koning, vrouw, boer, klein. En je zou een kleintje starten. Kleintje belooft plaatje, toch? En stel je voor, de leider heeft in zijn hand de aas en de 10. De 2 is voor de 10. Heeft hij een slag. Dat is niet fijn, toch? Want met de koning had je het aas eruit kunnen pesten. En dan zijn de rest van jouw kaarten zijn hoog. Ja, duidelijk. Ja? Dus dit soort dingen, weet je. Maar eigenlijk moet je dit gewoon een keertje fout doen ook. Want als je dit een keer fout doet aan tafel, dan zie je wat het gevolg is. Als je de koning speelt, dan speelt die andere toch gewoon zijn 10. Ja, dat kan. Maar dan heb je wel de slag gewonnen. Ja, maar dan zou ik dus de vrouw doen. Ja. Want dan... laat me... Ja, dat maakt niet uit. Hè. Het is wel goed dat je er zo over nadenkt, prima. Alleen probeer deze afspraken gewoon te hanteren. Het is goed om erover na te denken. Het is goed om ook je eigen gedachten daarover te hebben. Alleen probeer echt deze dingen in de basis, de hoogste van de serie. Vertrouw mij, dat doet iedereen. Dat doen ook de mensen op wereldtopniveau. Spelen gewoon de hoogste van de serie. En dat is niet omdat het hen niet bevalt. Oké. Nou, hier zeggen ze de boer, de 2... Een kleintje beloofd plaatje en de vrouw. Nou, hier heb je wat voorbeelden van een biedverloop. Een ruitenpas, een schoppenpas, een sans. Nu moet Oost gaan starten. Wie wil mij daarmee helpen? Die nog niet aan de beurt geweest is. Heb jongens, een beetje initiatief? Chill. Welke start je? Of de ruit 2 of de schoppen 2. Kleintje beloofd plaatje, dat kan inderdaad. Je kunt hart en 9 starten. Als je van harten start, als je een ongeboden kleur start, dan start je hart en 9. Je hebt een aantal overwegingen. Want de tegenpartij heeft allebei die kleuren geboden. Dus dit is weer een andere overweging. Je kijkt ook naar de kleur die niet geboden is door de tegenpartij. Dus je start niet met die kleur die niet geboden is door de tegenpartij. Even kijken hoor. Welke kaart? Hier zou je bijvoorbeeld een 9 kunnen starten. Dus je moet gewoon een aantal zaken hebben die meespelen. Als je gaat starten. Dus even kijken of dat we
Dat beloof ik best net. Maar als je gaat starten, jongens, even een aantal dingen zijn belangrijk. Hoogst van een serie. Kleintje beloofd plaatje. En de top van niks. Dat is in de kleur die je speelt. De vierde afspraak die ik met jullie maak is, je komt tegen een troefcontract niet onder een aas uit. Je komt in een troefcontract niet onder een aas uit. Het zou heel zonde zijn als die voor de second koning is van de tegenpartij. Als die maar eentje heeft. Je komt niet onder een aas uit. En je probeert een ongeboden kleur te starten van de tegenpartij. Want je wil je eigen kleur ontwikkelen. En je weet, op het moment dat je een kleur biedt, heb je er vaak veel van. Dus als de tegenpartij een kleur heeft geboden, ga je die vaak niet starten. Dus vaak kies je een ongeboden kleur. En van die ongeboden kleur die je dan gaat starten, hoogst van de serie, kleintje beloofd plaatje, top van niks. En tegen een troefcontract, niet onder een... Tim, niet onder een... Sorry, je viel weg. Niet onder een aas. Oké, wat belooft West? Dit is wat ik zei, hè? Daarom van op het moment dat je aan het spelen bent. Als je het aanstart, West heeft zeker de vrouw. Misschien ook, deze heeft zeker de koning en misschien ook de vrouw. Als je de heer start, heb je zeker de vrouw en misschien ook de boer. Maar niet het aas. Dus gewoon de hoogste van de serie. Dus dit is de goede strategie. Nou, ik heb het nou een paar keer herhaald. Anders krijg ik straks verwijt dat ik niet hard genoeg heb. Kleintje beloofd plaatje. Dit is van de kleuren die je gaat starten. En de keuze van de kleur die je gaat starten, dat bepaalt de bieding ook. Je start het liefst een ongeboden kleur. Kijk, en dit is ook logisch, hè. Tegen Sans start je natuurlijk een lange kleur, want je wil je slagen ontwikkelen. Je wil je slagen ontwikkelen. En gisteren zat er nog een voorbeeldspel bij. Daar had ik het ook gehad over een singleton. En een singleton heeft Jorik er ook nog meteen goed uitgelegd. Die zei inderdaad van een singleton start je, omdat je later eventueel introvers wilt maken. En welke kaart kom je uit? De vrouw, de hoogste van de serie. Deze serie is beter dan die serie daaronder. Hè? Dus vrouw boer 10 is een mooiere serie dan koning, vrouw, klein, klein. Als nou ruiter koning, vrouw, boer was geweest, was ik ruiter koning gestart. Waarom is dan de heervrouw niet zo mooi als de vrouw boer 10? Het is heervrouw zo mooi, maar als er drie opeenvolgend zijn, dan is dat nog beter dan twee opeenvolgend. Maar waarom zou je niet schoppen 6 doen? Hoeven bij schoppen. Kan. Schoppen 6 kan zeker. Dat zou bijvoorbeeld in een troefcontract kunnen zijn. Ja. Dat klopt inderdaad, ja. Maar het is elke keer de overweging. Dus gewoon de overweging. Alleen deze dingen gaan, die termen gaan jullie heel vaak van mij horen. Maar daarom is het wel even goed om dit te laten zien. Dat er ook wat ondersteuning is bij hetgeen wat ik de hele tijd aan het roepen ben natuurlijk. Hier heb ik jullie allemaal in beeld. Vind ik het ook wel fijn. Oké. We gaan even naar bridge termen. Het zitsel. Dit is hoe de kleur verdeeld zit. Noord-Zuid hebben samen 7 klaveren. Het aantal klaveren van Oost-West is 7 plus... Charlie, hoeveel hebben Oost-West? Hoeveel klavers heeft Oost-West? Hebben Oost-West? 7. Heel goed. Nee. Wie zegt nee? 6 toch? Klopt, 6 inderdaad. 6 zitten ze verdeeld. En hoe kunnen die verdeeld zitten? Bente, neem het maar meteen over. 3-3. Of? 2-4. Of? 5-1. Dus dat is inderdaad, het zitsel noemen ze dat. Dit is ook wat ik jullie heb geleerd, hè? Denk in zitsels. Denk in zitsels. Want jullie willen goede bridges worden, toch? We gaan niet voor gemiddeld, hè? Verdeling. Verdeling is wat ik zei met de sansverdeling. Dit is wat ik bedoel. 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2. Dit is de verdeling. Hoe jouw 13 kaarten zijn verdeeld over je hand. Dat is de verdeling. En dat noemen ze een evenwichtige verdeling en een niet evenwichtige verdeling. In het algemeen wil je met evenwichtige verdelingen wil je sans spelen. En met niet evenwichtige verdelingen wil je troef spelen.
Nou, en wat is de minst evenwichtige verdeling? 4-3-3. Dat is de meest evenwichtige. Dat is de minst. 0-0-0-0. Heel goed. 13-0. Gebeurt niet vaak. Ja, dit is ook weer leuk. Dit gaat een stukje over tellen en kijken. Noord-Zuid heeft 9 harten, dus Oost-West hebben er 4. Nou, kijk naar de verdeling. Dit is wat ik jullie heb uitgelegd. Het kan allebei. Ga ik niet meer nog een keer herhalen. Dat hebben we al gehad. De meest evenwichtige verdeling is 4-3-3-3. Dit komt wel vaak voor. Een 6-4 verdeling. Nou, met een 6-4 verdeling wil je vaak troef spelen. 2 van een kleur noem je een dubbelton. 1 van een kleur noem je een singleton. En Jorik, hoe noem je 0 van een kleur? Iets van reuniem of zoiets. Weet niet. Wie wil hem helpen? Wie weet hoe dat heet? Een ton. Ja. Renons. Zijn nou iemand een ton? Nee, een renons. Renons, klaar. Dekking is als je een kleur gedekt hebt. Stel je voor, je speelt 3 sans. Of je speelt sans en de tegenpartij begint harder te spelen. Dan word je daar niet blij van, hè? Dan maken ze alle hartenslagen. Ik heb geen hartendekking. Dit zijn een beetje wat termen. Als je sans speelt, wil je liever een dekking hebben. Een dekking in een kleur. We gaan nu even weer verder met bieden. Dit was even een beetje het spelen van termen. Termen die vaak voorkomen, wat je ook wel eens terugziet in die boeken. Maar nu gaan we weer eens eventjes verder met het bieden. Zijn jullie een beetje toegekomen om ook nog naar die schema's te kijken die jullie hebben toegestuurd? 1 harten, 2 harten. Ja, die vooral die kaart, maar dat is in principe hetzelfde. Oh, speakbrief. Speakbrief, stop. Mag je erbij pakken? Pak jullie speakbrief er maar bij. En nu, dit noemen ze to bid or not to bid. Ik snap ook een beetje waar ik moet kijken op die speakbrief. Nee, maar dat komt vanzelf goed. Op het moment dat je er meer mee aan het oefenen bent, dan weet je hoe je dat kunt gebruiken. Luc, weet jij nog wat 2 harten betekent? Oh, Luc had geen geluid, geloof ik, hè? Dat is een beetje gemeen van mij dan. Even kijken hoor. Charlie, wat betekent 2 harten? 6 plus kaart met minimaal 2 plaatjes, 11 punten. Nee. Ja, dat is het volgbod. Nee, maar het gaat hier om het bijbod. Dus 1 harten past 2 harten. Toch 6 tot 9 punten? Heel goed. 6 tot 9 punten met 3 kaart harten. Want je weet dat je een hartenfit hebt. Want 5 plus 3 is 8. Dus dat betekent dat jij een gelimiteerd bijbod hebt. En gelimiteerd wil betekenen dat we een limiet aan zetten. 6 tot 9. Je hebt geen manchkansen. Dus de bieding van Zuid. Jopke. Die past. Heel goed. Sorry. Nee, goed. Ik probeer het een beetje streng te zeggen. Hoor je het? Het lukt wel aardig. Hè? Even kijken hoor. Gelimiteerd bijbod. Nou, hier is het anders, hè. Waarom, Jules, biedt Zuid hier 4 harten? Omdat hij denkt dat zij 2 slagen meer kunnen maken. Heel goed. Met de kaarten die zij samen hebben, als hij goed biedt. Ja, heel goed. Want Zuid heeft nu 19 punten. En 19 plus 6 tot 9 is minimaal 25. Omdat er minimaal 25 punten samen hebben, kan hier 4 hart geboden worden. Een leerpunt, dus dat bij een fit en hoge kleur na een gelimiteerd bijbod, doe je dus de manch met 18 tot 19. Wie wil deze doen? Wie is er nog niet aan het woord geweest? Even kijken. Is het alweer? Nee, dat was net ervoor. Heel goed. Laten we even kijken. Wie wil deze doen? Hij staat er al. Ja, dat was de vorige.
Oh. Huh? Wat moeten we dan op de vraag dan? Ja, we weten nu alleen niet wat we moeten doen. Oh nee. Dan moet je gewoon blind, zou je zeggen, dat je er mee wil gaan met mij. Ja. Nee, ja, dat wil je niet. Snap ik, dat wil je niet. Maar deze. 8-3. Kijk, Lotte, ik hoop dat jij het zou gaan zeggen. Lotte, jij wil 3 gaan bieden. Nee. Nee, toch niet. Oh, nou, jawel. Hier laat je overtuigen door mij. Ik wil weten waarom je die keuze maakt, want het is een goed antwoord. Omdat je net te weinig punten... je weet niet precies hoeveel punten de ander heeft. En je hebt net te weinig punten om zeker te zijn dat je een manche hebt. Perfect antwoord. Dat betekent, als je past, weet je het zeker. We gaan geen manche spelen. Als je 4 biedt, weet je het ook zeker. We spelen de manche. Als je 3 biedt, wil je het nog niet. Weet je het nog niet zeker. Dus je vraagt verder uit. Je vraagt... Partner, heb je maximum of minimum? Want met 6-7 kan je partner passen. En met 8 of 9 punten moet je partner 4 hebben. Ik snap er echt niks van. Helemaal goed. Nou. Ik ga het je even een keertje uitleggen nog. Jill, even meekijken. Het is even belangrijk om goed mee te kijken. Er wordt 1 harte geopend. 1 harte betekent, ik heb minimaal 12 punten en een 5 kwart harte. 2 harten betekent, ik heb 6, 7, 8 of 9 punten met een 3 kwart hart erbij. Nou, nu ga je je bedenken van, kunnen wij 25 punten samen hebben? Als Zuid bijvoorbeeld een minimum heeft, Zuid heeft maar 12 puntjes gehad. Nou, 12 plus 6 tot 9 is nooit een manche, dus dan past diegene. Als Zuid 18 of 19 punten heeft, wat jij net zei, dan gaan we 2 slagen extra maken. Dan gaat het 1 harte, 2 harten, 4 harten. En de reden daarom is van, je hebt 18 of 19 punten. Jouw partner heeft 6 tot 9. We hebben bijna altijd 25 punten samen. Dus bieden we de manche. Dat zijn 2 dingen waarbij je het zeker weet. Op het moment dat je het niet zeker weet. Er komt iets in de chat. Even. Als je het niet zeker weet, dan moet je het verder vragen. Dan moet je zeggen, dan bied je 3 harten. Dan zeg je tegen je partner, ben je minimaal of maximaal. Want, stel je voor, je zit in Zuid. En je hebt 16 punten. Nou, dan kun je denken, joh, als mijn partner heeft 6 tot 9, dus als hij 6 of 7 punten heeft, wil ik eigenlijk niet in een manche zitten. Dan wil ik dat hij past op 3 harten, maar ik wil op het moment dat hij 8 of 9 punten heeft, dat hij wel 4 harten biedt. Is het zo duidelijk, Jules? Je geeft me nog geen pluim, je geeft me nog geen pluim voor de uitleg, hè? Jawel. Probeer, Jules, wat mijn tip aan jou even is. Is echt heel belangrijk, want je hebt inderdaad een beetje weinig tijd te oefenen, maar dit soort schemaatjes moet je echt even studeren. Net als dat je de tafel van 6 uit je hoofd kent, moet je deze schema's ook even studeren. Afgesproken? Afgesproken. Oké. Okay. Ja, hier zie je dat schema. Nou, en hier gaat het, hè? 1 harte, 2 harten. Met 12 tot 14 punten zeg je pas. 15 tot 17 punten zeg je 3 harten. 18 tot 19 punten zeg je 4 harten. Had ik dit schemaatje al geappt? Denk het niet, hè? Lotte, had ik dit schemaatje geappt? Denk het niet. Nee. Klopt. Deze ga ik dan nog appen. Deze komt bij de volgende. Dit geldt ook voor een schoppenfit. Dit zijn gewoon de gesprekken. Ook naar een bijbel een nieuwe kleur. Nou, stel je voor, hier heb je een bijbel. Jorik, wil je mij even helpen? We hebben 13 punten. Je hebt een klaver geopend met die aasvrouw vierde. Je partner biedt 1 harte. Die geeft aan, ik heb een 4 kaart harte en minimaal 6 punten. Wat bied jij met de eerste hand? Dus de 1 klaver in harte. Ja. Ik zou dan 3 harten bieden, denk ik. 3 harten bieden. Jullie voelen inderdaad aan dat, kijk, nu zijn we inderdaad 1 stap verder. We hebben bij de eerste les de opening gehad, de tweede les de Bijbel. En nu krijgen we de vervolgbieding. Je hebt 13 punten, dus je hebt eigenlijk het enige wat je hebt aangegeven is, met 1 klaver heb je al aangegeven dat je een opening hebt. Het enige wat je nu nog meer moet vertellen is dat je een 4 kaart hart hebt. Dus je biedt 2 harten. 2 harten is 12 tot 14. Oh, ik dacht dat je met Zuid bedoelde weer. Ik dacht dat dat al 2 harten was. Nee, maakt niet uit. Mag je de volgende ook nog even doen dan? Oh, ik heb begrepen. Je hebt 16 punten, je opent een klaver, een hart, en nu ben jij als Noord aan de beurt. Als Noord, oké. 16
dan bied je toch gewoon 4 harten, want dan weet je toch zeker dat je de manche haalt. Nou ja, jouw partner heeft 1 harten geboden, die heeft hoeveel punten? 6 tot 9. Nee, 6+. Het is geen limiet. Het is een nieuwe kleur, dus 6+. En 6+, je hebt zelf 16. Oh nee, dan moet je 3 bieden. Heel goed, dat is 3 harten. Dus 15 tot 17. Tim, wil jij me even helpen met de laatste? Zo is het. 19 punten, wat zou je nu bieden? 4 harten. Heel goed, 4 harten, want je hebt... Zien jullie een beetje dus de logica hierin? Dat het eigenlijk hetzelfde is als na 1 harten, 2 harten? Je doet elke keer het spelletje, we gaan tellen op 25 punten. En we doen elke keer het spelletje van hebben we wel of geen fit. Hier weten we op een gegeven moment, we weten hier niet meteen dat we fit hebben. Maar hier duurt het 1 bieding langer. Dus het is niet 1 harten, 2 harten, 3 harten, 4 harten of zo. Maar het is, je begint met een klaver. Je partner geeft aan, ik heb 4 kaart harten. En jij gaat nu vertellen, ik heb een fit mee. Maar mag je nou, als bijvoorbeeld Noord begint en die wil een contract maken, mag je dan als Oost ook proberen om een contract te maken? Ja, helemaal goed. Als Oost mag je ook bieden, maar dat gaan we nog krijgen, maar dat noemen ze het volgpot. Dat noemen ze het volgpot. Maar dat hebben we nu nog niet, omdat voor het gemak gaan we dat nu nog niet doen. Maar dat kan inderdaad wel. Ja. Oké. Charlie. Wat belooft Noord? Noord belooft... Pizza Donkey Kong. Dat hij 5 kaarten heeft van schoppen. Nee. Op zich snap ik het wel. 1 hartenopening belooft 5 of meer in harten. De 1 schoppen is het bijbod. Jorik, help me eens eventjes. Help eens even. Toch een 4 kaart schoppen. Een 4 kaart schoppen. En is het een limietbod of een ongelimiteerd bod? Ongelimiteerd. Heel goed. Ongelimiteerd, dus 6+. We weten totaal nog niet wat hij heeft. Dus 4 kaart schoppen. 6 punten. Oh ja, en geen 3 kaart harten. Was nog vergeten te vermelden met een 3 kaart harten. Bente, waarom heeft hij geen 3 kaart harten? Omdat hij niet hard biedt. Ja, want anders had hij de fit al gevonden. Maar hoe weet je dat je met 1 schoppen 4 kaart schoppen hebt? Dat is de afspraak in de bieding. Dus 1 harten, 1 schoppen betekent ik heb een 4 kaart schoppen. Je moet eigenlijk niet naar Zuid kijken. Zuid heeft toevallig ook een 4 kaart schoppen, maar dat maakt nu niet uit. Oké. Het is wel zo. Je weet wel, omdat je partner 1 schoppen heeft geboden, Jopke. Wat zou je bieden nu in Zuid? 13 punten. 13 punten, dan zou ik 2 schoppen bieden. Heel goed, 2 schoppen. En hier weer hetzelfde spelletje. Als je 16 punten hebt, dan bied je 3 schoppen. En als je 18 of 19 punten hebt met dezelfde soort hand, bied je 4 schoppen. Ja. Zie je er best op één ding. Op die sneakbrief, die staat op de voorkant, staat er bijbieden na 1 hart of 1 schoppen zonder fit vanaf 6 punten. En daar staat dat je dan 1 schoppen moet bieden. Ja. Dus. Oh, er staat met en zonder fit. Ja. Wat betekent dat je 8 kaarten of meer hebt van 1 kleur, hè? Ja, heel goed. En manch? Manch is 3 sands, 4 harten of 4 schoppen. Oké. Okay. Ja? Deze ga ik even snel doorheen, want dit heb ik al besproken. 3 schoppen is die 15 of 17 punten. Dit is hetzelfde biedverloopje. En Jules, kijk eens naar deze bieding. Je hebt een harte geopend. Je partner biedt, jij bent even aan het drinken. Wij willen je allemaal adopteren naar deze les. Maar je hebt een harte geopend en je partner biedt 1 schoppen. En hier zie je dat er 4 schoppen is. Hè? Want je gaat gewoon logisch nadenken. Je gaat kijken, wat heeft mijn partner beloofd? 4 kaart schoppen en minimaal 6 punten. Ik heb zelf een 4 kaart schoppen en ik heb een 19. 4 plus 4 schoppen, schoppenfit. 6 plus 19, manche. 25 punten. Dus, wat is de manche? Vier schoppen manche. Ja, dat is de manche inderdaad die je biedt. Oké. Jorik, wil jij deze voor je rekening nemen? Ja.
Moet je nu als West weer wat zeggen? Ja, ja. Geen klaar. Ik zou gewoon 2 schoppen terug zeggen. Ja, heel goed. 2 schoppen. Fit gevonden, 12. Ik snap eigenlijk waarom die 1 klaver als ook de schop doet. Even, ga even eentje terug. Ja. Waarom die 1 klaver als opening doet? Ja. Oké. Okay. We gaan eerst kijken, heb je een opening? Ja. Ja, 13 punten. Daarna ga je kijken welke wil ik openen. Mijn langste kleur is schoppen, maar dat mag ik niet openen, want dat zijn er maar 4. Oh ja, je moet natuurlijk een vijf kaart hebben om met schoppen. Een 5 kaart hard op schop heb je nodig, of een 4 kaart ruiten, dat heb je allemaal niet. Dus bied je 1 klaar. En dan wordt het allemaal, oké, okay, ja. Ja, okay. Ja, zonder. Oké. Okay. Hey, die fit, ja? die is toch samen, dat je samen 8 kaarten hebt? Ja, dus samenwerking, klopt. Niet alleen West, toch? Nee, klopt. Nee, oké. Okay. Hey, stel je voor, ik open 1 harten. En jij hebt 3 kaart harten, bied je 2 harten, want we hebben een fit. 5 plus 3 is 8. Ja, oké. Okay. Dat is de fit. Okay. Ja. Mag je meteen de volgende even pakken? Een klaveren pas een ruiten. Wat zou je dan bieden? Hoeveel punten heb ik? 4. 16. Dat is lui. Mij laten rekenen. Ja, echt hè. Een pluskaart. 1. Ruiten. Staat er niet op, denk ik, op die kaart. Wat zou je kunnen bieden? Je hebt ruiten, fit. Ja, dat is een punt. Waarom ga je dan geen sans bieden? Kijk wat hij doet. Nee, je moet eerst bieden wat je hebt. Dan kan je partner kan altijd nog sans bieden, maar je gaat in ieder geval aangeven wat je hebt. Je geeft hiermee aan, partner, ik heb een 4 kaart ruiten en ik heb 16 punten. Maar Bent, jij bent in de war met het feit dat je sans moet bieden, openen, als je 15 tot 17 punten hebt. Maar dat openen, dat is niet meer bijbieden. Ja, klopt, ja, dat is het. Ja, jij kent je zus echt weer goed. Nou, dat is ook zo. Waarom openen ze geen... Mag jij meteen zeggen, waarom open je geen sans? Geen evenwichtige hand. Klopt. 5-4-2-2 hoort niet bij de sansopeningen. Jules, je opent een klaver. Je partner zegt een harte. Je hebt 18 punten. Je hebt 4 hartes mee. Wat wil je als troef? Harten. Hart, heel goed. En hoeveel wil je de manch bieden? Ik er wel. En, het hoeveel, en wat is de manch in harten? De 4 harten. 4 harten. Wil je dan tegen mij nooit meer tegen mij zeggen dat je het niet snapt alsjeblieft? Ja. Wil je het niet meer zeggen, want dat is een beetje jammer voor de rest, hè? Ja. Even kijken hoor. Wat belooft Noord? Tim. Een harte, een sans. Wat gaan we bieden? We hebben 14 punten, maar ik wil even weten wat Noord aangeeft. Dat hij een evenwichtige verdeling heeft. Ja, en hoeveel punten? Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik zo niet uit mijn hoofd weten. Nee, prima. Ga gewoon even logisch redeneren. Op een harte bied ik ook niet, dus. Nee, helemaal goed. Jok ook niet? Oké. Okay. Op een harte heb je de volgende mogelijkheden. Als op een harte een schoppen biedt, heb je een 4 kaart schoppen en 6 of meer punten. Als je een sans toe biedt, dan heb je 6 tot 9 punten. Het staat op het brief, maar het is misschien net een beetje lastig. Dat is een beetje een vergaarbordje, een beetje een vuilnisbakbordje. Dus dit is een gelimiteerd bod? Ja, heel goed. Een ander gelimiteerd bord dan 1 harte, 2 harten. Maar het is eigenlijk het qua puntenaantal hetzelfde als 1 harte, 2 harten, alleen je hebt geen hartes mee. Oké. En geen 4 kaart schoppen. Dus 6 tot 9 punten. Geen 3 kaart harten, geen 4 kaart schoppen. En Tim, ga jij de manche bieden? Ah, hier staat alweer. Oud-Nederlands, hè? Nee. En wat moet je dan bieden als Zuid? 3 sans. 3 sans. Ik zou passen. Oké. Okay. Omdat je 6 tot 9 punten aangeeft. Je partner heeft 6 tot 9 punten. Je hebt zelf weinig. Oké. Okay. Laat even op je inwerken. Kijk, dit is even iets wat ik wil laten zien. Je opent een harte, je partner biedt een sans. Van 2 5 kaarten bied je de hoogste, dus nu bied je 2 ruiten. 2 ruiten betekent ik heb harten en ruiten. Want wat je eigenlijk aan het doen bent, je bent je kaart aan het omschrijven. Hè? En je jumpt niet. Jorik, wat zou je denk je doen met dezelfde hand? Nou, misschien komt hij hierna, dat weet ik niet, maar wat doe je met dezelfde hand, maar je hebt 17 punten?
Met dezelfde verdeling. Staat op mute. Jorik staat op mute? Nou, ik kan het niet goed zien. Uw facecam die staat voor de... Oh, sta ik ervoor? Dat is niet fijn. Zo beter? Ja, ik kan het niet zien. En je, je kan het naar boven slepen, de gezichten. Ja. Nou, dat doet het niet. Oké, okay, maar ja, maar... dan... Luc, wil jij het even doen? Ik kan niet zien. Maakt niet uit. Jij weet toch heel veel dingen al uit je hoofd. Luc. Wat zou drie ruiten betekenen als je jumpt? Dat je... denken. Het zijn ook een beetje irritante vragen van mijn kant door, Luc. Ik zal het eventjes toelichten. Mm-hmm. Dat betekent dat je een sterke hand hebt. Dus het betekent dat je dezelfde verdeling hebt, maar je hebt een sterke hand. Je hebt bijvoorbeeld 16 of 17 punten. Okay. Met 2-5 kaarten, dan ga je je andere kleur bieden. Nou, dit is ook nog wel even een leuke. Hier open je een klaver mee. Je partner biedt een harte. En nu is het leven weer niet zo ideaal, hè? Het leven was ideaal toen we meteen een fit hadden. Of we hadden in tweede instantie een fit. Maar nu duurt het nog iets langer. Dus je opent een klaver. Je partner biedt een harte. Wie heeft een voorstel wat je hiermee moet bieden? Bente? Hoeveel punten heb ik? 13. Wat een service willen jullie, hè? Ik zou... Is het altijd zo? Ja, ik ben heel slecht in tellen. Ik doe alles op mijn handen. Oké. Okay. Maar ik zou misschien wel sans bieden. Oké. Okay. En Tim, wat zou jij bieden? Ja, je hebt een onevenwichtige hand. Dus ja, klaver te bieden, omdat je daar... Oké. Okay. En Lotte? Schoppen. Ja, kijk. Ik had wel zo'n gevoel. Maar ik ga gewoon door. Hij geeft toch aan dat hij... Oké, ik geef aan dat ik klaver heb. Hij geeft aan dat hij harten heeft. Ja. Ik heb geen harten, dus dan ben je toch evenredig? Wat bedoel je met evenredig? Nou, dat je van allebei wat hebt. Dan is het toch handig om sans te spelen. Klopt, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Evenwichtig bedoel. Ja, sorry. Ja. Ja. Dat klopt. Alleen is het zo, jouw partner biedt een harten. Wat zou die bieden met die x zijn gewoon kleintjes. Ja. Oké, okay, ik ga even meenemen. Stel je voor, hij gaat een klaver opening. Met zo'n kaart, schoppen, harten, ruiten, klaveren, biedt hij ook eerst één harten. Dus de schoppenfit is niet uitgesloten. Ja, dit kan dan niet omdat twee keer schoppen heer is, maar zal je een aas van maken. Maar de schoppenfit is nog niet uitgesloten. Dus dat betekent dat jij hier één schoppen gaat bieden. Oh, wat en daarmee heb je het gesprek gewoon verder. Dan zeg je, maat, ik heb klaver. Anders zegt, ik heb een vierkaart harten. Jij zegt, ik heb een vierkaart schoppen. Stel je voor dat degene die de ene harten heeft geboden, geen vierkaart schoppen heeft, dan biedt hij na een schoppen sans. Dan gaat de handdoek in de ring, dan zeggen we hebben harten onderzocht, we hebben schoppen onderzocht, we hebben geen dekking. Of we hebben geen fit. Check? Ja, duidelijk. Nooit beloofd, vierkaart harten, 60 meer punten, nog een kans op een fit, op zoek naar de schoppenfit. Nieuwe kleur op één niveau blijft gewoon doorgaan. Ik ga deze even nu zelf ik doen. Ik zou bij de vorige 5 klaver bieden. 5 klaver, even 5. Sorry. Okay. De manch. Maar waarom een manch? Jouw partner geeft 6 of meer punten aan. Dat je klaver biedt vind ik een geweldig plan, maar ik zou het iets rustiger aanpakken. Ik zou 2 klaver bieden. Maar dat je klaver moet bieden had je inderdaad goed. Maar hier betekent dat jij gewoon jouw kleur herhaalt. Jullie zien hier dat er 3 andere kleuren zijn bloot. Maar als jij, je moet je voorstellen, je zit als Noord, ben je aan het spelen. Je weet, jouw partner heeft een klaruitenhoofd. Je biedt een harten met een vierkant hart. Je partner biedt 2 klaver. Dan kan jij zien wat het contract moet zijn. Jij kan zien, joh, partner, ik heb een 6 kaart harten. Ik herhaal hem nog een keer.
Of jij kan zeggen, nee, we hebben inderdaad geen fit, we bieden sans. Nou, dit is weer hetzelfde, hè? Hier ga je weer één schop mee bieden. Ja, twee schoppen bieden ze dan, omdat je dan sterker bent, maar... Okay. Vind ik niet zo interessant deze. Hier mag je voor mij ook één schop mee bieden. Vind ik niet zo interessant. Met deze gaan we de kleur herhalen. Als je een zeskaart hebt, dan herhaal je je kleur. Dus een ruiten, een schoppen, bied je twee ruiten. Dit zijn gewoon even wat voorbeelden. Een herbieding. Nou, dit is hetzelfde, alleen je jumpt, want je bent sterk. Ik laat deze nu even achter elkaar zien, omdat ik gewoon nog op BBO met jullie wil spelen. Een ruiten, een harten. Of een klaver, een harten. 14 punten. Nou, ik zou voor één zand gaan. Kijk, nu hoef je niet een schoppen te bieden, want je hebt geen vierkant schoppen. Herbieding van één zand, heb je dus geen tweede kleur, geen zeskaart. Dus met bieden geef je vaak twee dingen aan, hè. Je omschrijft specifiek iets wat je wel hebt. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat is echt wel even een doordenkertje, je omschrijft veel meer wat je niet hebt. Want wat is één stans wel 12 tot 14 punten? Wat is het wel, nou ja, ja waarschijnlijk een vierkant klaver, maar dat weet je ook niet zeker. Maar wat is het niet? Het is niet een vierkant schoppen. Het is niet een driekant harten. Het is niet een vijfkaart ruiten en een vierkaart klaver. Het is niet een zeskaart ruiten. Dus het is veel meer dingen niet. En dat kun je ook meenemen in je overweging. Wat je daarna gaat bieden. Nou, hier is de afspraak 2 sans. Hier heb je 18 of 19 punten. Dus hier betekent, hier mag je geen 1 sans bieden, maar je biedt 2 sans. 2 sans is 18 tot 19 punten. Dit staat ook in die schemaatjes. Dit zal ik jullie nog op de app wel even zetten. Nou, dit gaan we niet bespreken. Ik wil nu eventjes naar het volgende gaan, anders duurt het mij te lang. Deze nog wel even. Dit is hetzelfde, hè? Je hebt hier 18 of 19 punten. Het gaat een klaveren en je partner biedt een harten. Je kunt niet 1 sans bieden. Je geeft je 12 tot 14 punten aan. Je hebt geen 6 kaart klaver, je hebt geen 4 kaart schoppen. Dus je moet wel iets. Dat betekent dat je 2 sans moet bieden. 18 tot 19 punten. Wat, waarom staat er soms een, in een blauw rondje een letter of een cijfer bij? Hele goede vraag. Dat betekent een alertkaartje. Dat betekent eigenlijk dat het bocht niet echt is. Dat is hetzelfde als... Nou ja, bewust licht ik dat eigenlijk niet toe inderdaad. Omdat het een beetje ingewikkeld is, maar... Het is zo dat, omdat één klaver, Jules, is vanaf een tweekaart. Dus daarom zeggen ze eigenlijk van, ja, je biedt wel één klaver en daarmee vertel je allerlei dingen, maar het zegt niet specifiek dat je heel veel klavers hebt. Dus daarom staat er een alertje bij. Nou, stel je voor, je biedt een ruiten en je partner biedt twee klaveren. Dan heb je ook het antwoordschema 2 sans. 2 sans is 12 tot 14 punten. En waarom is het hier geen 18 tot 19, Jorik? Nog een keer. Waarom is dit geen 18 tot 19? Want daarnet was het een ruiten, een harte 2 sans, 18 tot 19. Waarom is een ruiten 2 klaver 2 sans geen 18 tot 19? Omdat je niet genoeg punten hebt. Ja, klopt. Ja, hij heeft niet die 18 tot 19. Maar de reden is inderdaad ook dat je 2 klaveren belooft niet 6 of meer punten, maar 10 of meer punten. 2 over 1 bot is 10 of meer punten. Dus dan kun je makkelijker 2 sans bieden. Want als je 18, 19 zou hebben, plus 10, is een lange manche, dan kun je 3 sans bieden. Ik ga eens eventjes kijken. Oh, de aantekeningen. Nee, die aantekeningen vinden we niet zo waardevol. Eens eventjes kijken welke ik nog wil doen. Ik wil ze verder niet meer doen. Nee, ik wil gaan spelen. Anders wordt het te veel herhalen voor jullie. Maar wat wel even belangrijk is, is inderdaad, op het moment dat je fit hebt, wordt het leven makkelijker. Als je fit hebt, dan gaan we gewoon tellen tot 25 punten. Dan gaan we gewoon wel of niet jumpen, maar dan weet je van je partner hoeveel punten je hebt. Als je nog geen fit hebt, ga je je kaart omschrijven. Dus je herhaalt je kleur met een 6 kaart. Je biedt eerst de ene en de andere kleur als je een 5-4 verdeling hebt of een 5-5 verdeling hebt. Als je 18 of 19 punten hebt en je hebt geen fit en een hoge kleur, dan bied je 2 sansen toe.
En een 2 over 1 bot is 10 plus. Ook ongelimiteerd. Dus een schoppenpas 2 klaveren is 10 plus met klavers zonder limiet. Als het gaat 1 klaver pas 1 schoppen. Dat is op 1 niveau. Dat is ook zonder limiet, maar 6 plus. Voor iedereen duidelijk? Iedereen klaar om te spelen? Denken jullie een beetje eindelijk gaan we spelen? Of, Ja, wel een beetje. Wel een beetje, ja. Dat vermoeden had ik al, dus vandaar dat ik de snelheid op had gezet. Dus even kijken hoor. Is iedereen ingelogd op BBO? Zeker. Zo niet, mag ik zo snel mogelijk gaan doen. Ik nog niet. Dan mag jij ingaan. Weer hetzelfde als gisteren dat je moet uitnodigen? Ja. Ik ga uitnodigen. Maar het makkelijke is nu is dat ik jullie allemaal als vrienden heb toegevoegd. Dus dat ik jullie namen, als het goed is, straks vrij makkelijk kan vinden. Stop. Wat zeg je? Laat maar. Stop of dat is top? Dat is top zou ik leuker vinden. Dat is top. Oh, fijn. Even kijken hoor. Oefening. Starttafel instructie. Dan gaan we eens even kijken. Ik ga jullie zo snel mogelijk aan het werk zetten. Oh, reserveer. Is dit ook waar, waar je op bricht als je met vrienden zo doet? Als je echt een beetje... Nee, wat ik live... Dat kan wel hoor, soms heb ik wel eens gedaan. Maar wat ik live doe, wat ik vorige keer die livestream... Gisteravond had ik die livestream gedaan, dat is Stepbridge. Oh ja, dat is Stepbridge. Dat is meer van de Bridgebond. Okay, Bente, waarom zie ik dat niet? Wat is jouw naam ook weer, Bente? Bente Dop. Ja. Ja, maar waarom dat dan niet? Oh, hier, hij zegt ook. Onbekend. Nieuw lid, nee. Oh, wacht. Ja. Ja. Oké. Okay. Jorik. Heb ik een uitnodiging, want die heb ik nog niet gehad. Ja, komt eraan. Ik ben mijn best aan het doen. Heel erg. Ja. Jorik. Ja, was Jorik 05. Heb je hem gehad? Ja. Oké. Okay. Oh, nu snap ik het wat er misgaat. Ik ben met 2 verschillende accounts ben ik aan het werken. Nu snap ik het. Ik snap wat er misgaat. Maar dat komt volgende keer nog makkelijker. Daarom heb ik ook van Tim ook nog even zijn inlognaam nodig. Sorry. Tim Welten aan elkaar. Hoofdletter T en hoofdletter W. Nee, maar ik denk dat het zonder ook wel is. Ja. Oké. Okay. We kunnen beginnen, of niet? Ja. Even wachten, ik ga even... één moment, ik moet even het spel klaarzetten. Oh ja, oké. Ik kan bijna beginnen. Let's rock and roll. Jullie kunnen beginnen. Maar... De volgende ga ik ook snel klaarzetten. Even kijken hoor.
heb ik allemaal nog niet. Even denken hoor. Ik weet eigenlijk niet of het kan wat ik nu doe, maar ik denk het wel. Joom de Klaver. Ja. Oké. Okay. Ik laat jullie gewoon even gaan, maar in principe... Okay, nou, ik wil eerst even kijken. Lotte. Oh, ik zie het al. Ik weet al. Nou, ja. Je had een chance moeten bieden. Hoezo? 15 tot 17, toch? Oh, ja, inderdaad. Ja, dus... Ik moet even die andere tafel pakken, hoor. Ja. Maar kunnen wij terug of niet? Nee, zeker. Kan je nu toch nog doen? Je kunt altijd terug. Oh, moeten we dat dan even doen? Ja, ik moet even die andere tafel starten. Ja. Lotte heb ik al gezet. Wie zit er nog niet aan tafel? Ik nog niet. Luc, wat was jouw naam op BBO? Luc_Arend. Luc_Arend. Met een S. Achter Arend. Arend, sorry. Luc Arend. Ja, ik wel snel op. Jules Mil, tuurlijk. Die heb ik al. Dat is al mijn vriend. Eentje heb ik er nodig. Dat is Charlie, denk ik. Charlie VDH. Dat is C-H-A-R-L-Y. Nee, I-E. VDH zo goed? Ja. Charlie VDH. Is not locked in, heb ik toch iets niet goed gedaan. Ja, ik zit erin hoor. Oké. Okay. Joop, je moet op die streepjes klikken, dat blauwe. Ja. Nog het namaken? Ja. En dan moeten wij het accepteren. Nee, dat kan jij niet, denk ik. Oh nee. Ik heb het al geaccepteerd. Ja, precies. Ik ga voor jullie een spel selecteren. Ja, jullie hebben nou andere spellen, maar dat is prima. Oké. Ik ga het waarschijnlijk helemaal fout doen. Maar ja. Ik snap hier ook echt niks van wat ik moet doen. Doe maar even ongedaan maken. Oké. Okay. Wie heeft het fout gedaan? Heb ik het fout gedaan? Ja, dat denk ik. Ik ga nog een keer beginnen. In het begin is het gewoon even wennen daar met de bini. Noord begint met één sans ertoe. Het gaat pas. Want je hebt maar 7 punten, dus je hebt helemaal niet genoeg om mee te bieden. Bente, dat heeft hij dus tegen jou. Ja, Bente. Maar er staat 6 of 9 punten bij bieden. En dan... Ja, maar dat staat niet... Kijk eens naar één sans ertoe. Kaartje omdraaien, boven links, bovenaan. Luc? Ja? Jij mag passen. Oké. Nou, dan moeten we spelen, hè? 3 keer. Ja, maar waarom gaat het niks? Oké. Oh ja, oké. Oh... jouw kaart hierop. Ja, jij moet mij doen, toch? Ook. Nee, jij moet mij. Ik ben de dummy. Oh, oké, ja, inderdaad. Goede opening, Lotte. Keurig. Eens kijken. Luc moet even bedenken. Is er een kans op een fit, denk je? In een hoge kleur? Joop, jij bent. Nee, ja, ik weet het. Ik zit even te denken. Nou, hup. De tip is even van, voor Luc. Nee, hoeveel punten heeft je partner aangegeven? Mm-hmm. En hoeveel heb je er dan samen? Ik heb de eerste paar minuten van de les gemist, dus... Ja, maar dit was niet in deze. Maar je moet gewoon kijken. Je mag 3 sansen toebieden. Nee. Nou, zo zijn we spelers.
Dan. Eén. Ja, heel erg goed. Goed geworden. Nou, Charlie heeft een belangrijke taak in de start. De start hebben we besproken. Daarom is dit spel ook gekozen. Oh god. Ja. Dan ga ik gelijk gewoon heel hoog. Oké. Charlie, even een tip voor jou. De eerste keuze is de hoogste van een serie. Dus als je een serie had gehad, had je daarvan de hoogste kunnen starten. Zie je hem? Jij bedoelt de klaver gebeuren. Ik bedoel de klaveren vrouw, inderdaad. Ja. Ik heb zo'n undo gevraagd, Tom. Nee? Oh, Charlie heeft undo gevraagd. Die wil gewoon opnieuw starten. Kijk! Er is één ervaren Britje aan het meekijken. Die weet dat dat normaal gesproken absoluut niet mag. Maar zo zie je maar, bij ons mag heel veel. Zo, hoezo zit er dan een knopje als je hem niet mag gebruiken? Ja, vind ik een goede opmerking. Maar dat is normaal gesproken voor andere soort biedingen. Maar dat is voornamelijk omdat het een lestafel is. Ik plaag ook een beetje. Hoi oma in de chat, hartstikke goed. Dat is lief. Doen ze? Nee, twee tafels. Eindje beloofd plaatje. Hoe kut. Eentje weinig. Het is eigenlijk precies andersom. Klopt. Oké. Je krijgt al meteen een nieuw spel, meteen aan de bak. Dat is wel goed. Wat ik heel goed vind aan de manier waarop het gaat, en dat is bij alle groepen wat lastig is, dat het tempo er goed in zit. Het belangrijkste is dat je inderdaad lekker op tempo wat speelt. Het maakt niet uit dat het niet goed gaat. Totaal niet belangrijk. Het gaat erom dat je gewoon met ervaring opdoet met spellen spelen. Ja, ik heb ook veel dat ik gewoon echt niet weet wat ik moet doen, maar dan doe ik maar ook gewoon wat. Dat kan, je kan ook altijd mij even. Eén klaar voor doen. Moet ik meer klaar doen? Jorik, even kijken hoor. Jij bent openaar. Nou, je hebt 3 keer 4 is 12 plus 3 is 15 punten. Wat doe je met 15 punten en een 4-3-3-3? Sans. Heel goed, Sans. Samen doen. Oké. Okay. Jij bent Juliet. Ik pas toch? Bente past zeker. By far. Ik ook, denk ik, hè? Nee, hè? Tim, jouw partner heeft een zandschap, dus die belooft 15 tot 17 punten. Hoeveel punten heb je zelf? Eens even kijken, volgens mij is... Twaalf, hè? Je hebt 12 punten. Dus dan ga je kijken, van 12 plus 15 tot 17, zou dat een manch kunnen zijn? Ja, dus 4 sans? Nee, sans is 3 voldoende. Maar de manch is goed, hè? 3 sans is voldoende. Nou, dan pas ik, neem ik aan. Ik zou het wel doen. Jullie willen graag bieden. Nou kun je met starten, dan kun je denken, ik start mijn langste kleur. En dan van mijn langste kleur doe ik een kleintje beloofd een plaatje. Dat is belangrijk. Dat was ook een beetje het thema van de les. Ja. En derde man doet wat hij kan. Maar die zit op die tafel die eronder ligt. Dat is een beetje jammer. Kijk, nu heb ik hem binnen. Ja, ik kijk zelf naar twee tafels tegelijk inderdaad. Ik zal hier de tafel van Luc laat ik weer... Nou, ik zal ze anders wat kleiner maken. Dan kunt u ze allebei zien. Is dat fijner? Even kijken hoor. Als je het tegen mij hebt, hartstikke fijn. Zeker, nou ja, daarom. Ik ben om te helpen. Kijk, nu doe ik het zo. Maar kijk, Tom, eigenlijk vond ik dit best wel raar. Want derde man doet wat hij kan, maar ik weet al...
Oh nee, Bent had natuurlijk ook die aas kunnen hebben. Oh ja, snap het al. Ja, maar wat heb je hiermee gedaan? Je hebt hier wel mee. Stel je voor dat je partner misschien schoppen vrouw zomaar heeft. Ja, waarschijnlijk. Kan het zomaar zo zijn dat je hem hoog hebt. Maar waar denk je dat ze de vrouw heeft? Kleintje beloofd plaatje. Ik denk het wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Of ze is verkeerd gestart, maar dat is niet zo. Ja. Tom, ik moet nu toch een klaverslag ontwikkelen. Ja, je moet gaan, jij gaat kijken van, joh, waar heb ik vaste slagen? Je hebt vaste slagen in harten. Ja, nu ziet het er al wat beter uit. En je gaat kijken in welke kleur je slagen kan ontwikkelen. En jij hebt 8 klavers samen, ja. Dus jij weet als de klavers 3-2 verdeeld zitten, dan kun je een vaste slag in klaver maken. Ik zou voor jou proberen klaver te ontwikkelen, heel goed. Dat noemen ze het ontwikkelen van een slag. Lengteslag. Ja, heel sophisticated hoor. Eentje afgeven, dat is prima. Nou, ze zijn down. We hebben gewonnen. Ja, het winnen en verliezen is wel duidelijk belangrijk, hè? Hoe kan dit? Zeker. Nou ja. Ja, ja. Ook gewoon dik gewonnen. Lotte en Luc zitten tegen Jules. En heeft Sjoe ook nog een hele goede partner. Ja, en dan zie je, daar ga je nat. Ja, nou, oké. Okay. Ik ben helemaal blij. Heel goed. Ik ook. Topper. Goed gedaan. We gaan naar het volgende spel ook bij jullie. GG. Ik ga even de Zoom-meeting op mijn telefoon doen. Want de iPad is bijna leeg. Prima. We gaan het even openen. Ja, Kees. Is er allemaal. Kijk, daar is mijn dochter. Die niet wil Britje. In beeld, Sar? Nee hoor. Jawel, ze is wel niet in beeld. Maar Britje wil ze niet meer doen. Dat vroegen ze nog, Sar. Echt waar? Ze kennen jou niet, maar toch vroegen ze het. We zagen wel een enorme foto van jou in beeld. Ja, enorme foto. Maar kom eens even kijken hoe je er live uitziet. Kun je kijken of het klopt? Hey! Hoi! Hallo! Welke foto zag je dan? Gewoon die ik als screensaver heb, denk ik. Die met een korte haar. Je hebt nergens kort haar. Wel, ergens niet. Nee, het is niet met kort haar. Oh, voor ze heen. Ja. Dus ja. Maar Jules, ze wil dus niet, hè, Britje leren. Hè? Dus als ik jou kan adopteren. Jules naar het toilet, volgens mij. Jules even weg. Zeker, dit is voor jou, hoor. Ja. Hey. Jorik heeft contact gemaakt. Jorik, complimenten. Je hebt dus 3 hartes gemaakt, 2 ruiters, een schoppen en dat die klaar heb je ontwikkeld. Heb je wat gehad aan BBO? Ik denk wel dat je wat gehad hebt aan die oefenspellen. Ja. Allebei de tafels nieuw spel. Ja, wij waren nog allemaal niet klaar. Kijk hoor. Even kijken, Lotte. Ja, keurige opening. Je hebt 13 punten inderdaad. Van 15 tot 17 ga je een sans openen. Hiermee open je 1 ruiten. Charlie gaat kijken of ze wat kan volgen. Ben je ook even meekijken? Ik denk dat ik niks kan. Ik kijk bij Jopke even mee nu. Ik denk dat ik wel weet wat ik moet bieden, maar... Wat denk je? Ik ga passen. Of 3 harten of 4 harten. Waarom zou je 3 harten bieden? Ja, omdat ik niet meer weet waar de grens ligt van hoeveel punten je moet hebben. Wanneer wil je de man spelen met hoeveel punten samen?
25. Hoeveel geef je partner aan? 12 plus. Hoeveel heb jij er? 12. Dus dan 3 harten. Nee, je hebt 13 punten. Oh. 13 punten, dus. Dus dan 4. Je hart inderdaad, maar de grens ligt bij 3 harten is 10 of 11. Luc. Oké. Okay. Je gaat kijken. De hoge kleuren vinden wij het belangrijkste. Dus jij mag kijken. Als jij 1 hart of 1 schoppen zou bieden, zou je aangeven 4 kaarten in de kleur. Oh, ik moest 4 harten bieden, of niet? Ik heb het nu volgens mij niet goed gedaan. Maar ja, dan mag Bente... Ja, dan moet Bente wel even doen. Bente mag zelf de bot bepalen, maar ja... Bied maar 4 harten, Bente. Ja. Hey, daar weer Juliet. Ja, Joe is er weer. Joe, dat is wel enthousiast, hè? 1 schoppen. Laat mij even gaan, jongens. Dat is prima. Lotte mag gewoon bijbieden. Voor Joe, ik snap dat je biedt. Alleen, jij, je partner heeft niet geopend. Als jouw partner 1 ruiten of 1 harten zou openen, is 1 schoppen een perfect bot. Alleen, op het moment dat het tegenpartij biedt, heb je minimaal een 5 kaart nodig om tussen te bieden. Dus dat hebben we ook nog niet gehad. Dan hoef je niet te doen. Oké? Okay? Maar ik snap je gedachtegang. Lotte doet het weer goed met 2 harten. Goed toch, Tom? Schoppen 2. Nee, schoppen, ja. Charlie, ik snap wat je doet. Maar Luc mag 4 harten bieden. Maar dat komt omdat jouw partner, Gilles, heeft iets te enthousiast geboden. Maar normaal gesproken, als 1 schoppen inderdaad die 5 kaart schoppen was geweest, dan vind ik 2 schoppen een heel goed bod. Oké, ja, mijn vader. Maar 1 schoppen was een beetje enthousiast, maar intelligent gedaan, heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Op 1. Bent jij nog, hè? Lotte en Jorik. Jij mag uit. Als ik jullie een advies mag geven, zou ik, als ik jullie was, straks samen, als je tijd hebt, nog even online oefenen. Sorry hoor, even kijken. Ik moet zo naar hockeytraining. Jammer. Maar ja, je bent tot vanavond bezig. Hoe laat ben je terug? Ik heb zo mijn hoofd van 7:15, 8:30 of zo. Oké, ja, maar het is zomaar een tip. Je moet het zelf weten, je hebt mekaars nummer. Maar wat ik nu zie aan het bieden en aan het spelen, kunnen jullie makkelijk met z'n tweeën online al een potje doen. En dan kan ik je ook eventueel nog een beetje bij helpen. Maar denk er maar even over allebei. En dan kan ik eventueel begeleiden. Weet je, je hebt ook een troef, hè? Ja, dat weet ik. Die ga ik nu gebruiken. Oké, ja, ik vind het helemaal goed. Cliënt, spelen. Jullie zien en horen dat ik vrij weinig coach op het spelen. Ik vind het wel belangrijk dat je dat het proces wordt gevolgd. Dus Juliette of Jules mag top van de serie starten. Ja. Ik zou daar beschot de moeder in gooien, Jules. Hoppakee, heel goed. Wat moet ik nu doen, Tom? Even kijken. Jij hebt. Ik zou ruimte. Hier spelen, Bent. Je had die ruiten niet met harte aas moeten troeven. Ik zou, als ik jou was, zou ik... Die klaver hier, want dan kan je introeven. Ja, heb ik mezelf moeilijk gemaakt? Je hebt jezelf heel moeilijk gemaakt. Ik zou, kleine schoppen spelen. Je hebt het jezelf moeilijk gemaakt. Kijk. Zo dan. Ja, je hebt mijn ruiten met... Jij bent Lotte. Je had ook een snit kunnen nemen. Maar wat nou, als je die klaver hier had gespeeld, had je toch kunnen introeven? Ja, snap ik. Maar even luisteren. Want als je moet kijken naar de positie, straks naar het spel, als straks het spel klaar is. Je ziet een harte aas-vrouw combinatie tegenover een aantal kleintjes. En dat is typisch een snitpositie. Dus die positie speel je in principe met een kleintje en een vrouw. Maar jullie horen, ik ben weinig aan het sturen op het spelen. Het spelen kan ik wel wat training en wat extra tips in geven, maar dat is echt, dat moet je echt door ervaring moet je daar beter in worden. Het bieden kun je vrij makkelijk leren. En het spelen laat ik je ook gewoon doen en ik laat je ook gewoon fouten maken.
Mijn andere dochter komt thuis. Bent, hoezo speelde je net niet die boer? Ja, dat zat ik uit de dag ook vandaag. Ik had misschien ook eerder troef moeten trekken. Ja, vaak is het zo, als je troef speelt, dan moet je eerst troef trekken. Ja. Ah, nu die vrouw. Wil je ook even kijken, is? Maar de heer is er nog. Wil je mijn andere dochter nog zien? Ja, nee, want zij moeten gewoon kleur bekennen. Ja. We hadden een 7 moeten spelen. Van Nierik de Boer. Oh ja. Grootste, Jorik. Hoe onthoud jij nou weer dat een 7 er nog niet eens uit was? Je bent dummy, dat kan je gewoon zien. Oh. Ja, hij is mooi, ja. Oh. Zien jullie even aan de tafel van Jobke en Bente en Tim en Jorik. Zie je die positie van die aasvrouw klein van harte tegenover die 5 keer niks? Ja. Zien jullie dat er een snitpositie is? Ja. Ja, dus dan had je een kleintje naar de vrouw kunnen spelen. Ja, oké. Oh ja. Maar dat is gewoon even het idee. Maar weet je, dit is gewoon een stukje ervaring en een stukje doen. Kijk, dat bieden kun je vrij makkelijk leren. Met spelen moet je echt heel veel doen. En Jorik, dat heb je ook gezien, hè, met BBO. Met dat Bridge Master. Het is echt doen, doen, doen. En op een gegeven moment krijg je steeds meer inzicht erin. En is het nou zo dat het handig is om helemaal troef te gaan trekken aan het begin? Of moet je het sparen? Nee, de algemene regel is troef trekken. Totdat de troeven eruit zijn. En niet langer. Want daarna ga je je troefjes gebruiken om dingen in te troeven. Interessant. Jules, je mag een kleintje bijgooien. Want je kunt niet over die ruit heen. Ja, goed. En Luc mag proberen, even kijken wat Luc speelt. Luc mag proberen, Lotte geeft de tip al om troef te trekken. Dus je mag een kleine harte spelen naar de koning. En proberen om de troeven eruit te halen. Goeie tip, Lotte. Tom, wat moet ik nu bieden? Pas. Je hebt te weinig om te volgen. Oké. Okay. Ik moet nu toch 2 chances terugbieden, of niet? Ik weet het niet. Nee, Jorik. Je moet gaan kijken. Hoeveel punten geeft jouw maat aan? Nou, 12 plus. Nee. Eindelijk. 1 sans opent, opent Tim. Denk ik. Ja, dat is toch gewoon 12 plus. Nee, 1 sans is 15 tot 17. Oh, 5 tot... Oh, dan moet ik 3 sans. Heel goed, ja. Jules, je mag gewoon bij gooien. Tweede hand is laag. Kleine harten. Heel goed. Derde man is wat hij kan. De overbuurkinderen komen weer eten is. Na de stamppot komen ze nu pannenkoeken proeven. Wij hebben overburen en die Pakistaans. En die hadden nog nooit stamppot gegeten en nog nooit pannenkoeken en dat soort dingen. Dus die komen nu steeds eten hier. In de hoop dat ik natuurlijk een hoop lekker voedsel terugkrijg. Hè? Ja, precies. Dat is de echte reden, maar dat weten ze nog niet. Gewoon een kleintje gooien, Sjoe. Kijk, Isa, kom eens kijken. Moet je kijken. Jules, ik laat je even Isa zien. Jules is nog jong. Ja, kom maar, die zit bij de jeugddingen. Die zit er gewoon bij. Kom maar kijken, die verlegen te doen. Kom maar, Isa. Die verlegen te doen. Oh, wacht even. Isa durft niet. Dat zeg ik helemaal niet. Ja, blijkbaar. Even kijken hoor, er wordt 3 sans daar gespeeld door West. Harte naar de kant. Ja, jij bent even lekker dummy, Jorik. Doe maar.
Derde man. Cool. Ik heb best honger namelijk. Ik ook. Ja, is goed. Ja, is goed. Speel je op hoog niveau, Jorik? Hockey, fanatiek of gewoon gezellig? Nou, vorig jaar speelden we wel hoog niveau, maar we hebben het seizoen heel hoog niveau gespeeld. Alleen, volgend seizoen gaan we heel laag spelen, want we krijgen heel veel niet zo hele goede kinderen in ons team. En welke club speel je? Welke plaats is dat? ACM, Hockeyclub Malburg, dat ligt in Arnhem. Oké. Ja, Jules, dan moet je toch wat bijgooien. Vind je het een beetje moeilijk, Jules? Hey, als je van je tegenpartner alleen maar pas en jij zelf ook pas, dan weet je toch dat je eigenlijk weet je dan niks, alleen dat je geen goede kaart hebt. Je hebt weinig punten. Alleen iemand anders krijgt dezelfde kaarten en die moeten het daar beter of slechter mee doen, maar dat kan. Gemiddeld krijg je 10 punten. En soms heb je wat meer en soms heb je wat minder. Ik hoor ook wel eens van mensen inderdaad, die zijn op de avond aan het spelen en dan klagen wil ik niet zeggen, maar dan vinden ze het vervelend dat ze weinig punten krijgen. Als je weinig punten krijgt, kun je wel iets minder actie ondernemen. Nou, ik vind het wij moeilijk zijn om... lekker bezig, Jules. Ik vind het wel moeilijk om tegen te spelen. Oh, ik vind ik ook. Ik vind het ook heel moeilijk, heel vaag. Ja, is ook zo. Het is heel moeilijk om een beeld van te vormen. Want je hebt maar, je ziet wel even veel kaarten, maar je weet niet wat je partner heeft. En ik snap dat niet wat je moet doen. Ja, is ook zo. En dat is het moeilijke, dat is het leuke van het bridge. En daardoor ben je daar op een gegeven moment veel meer mee bezig. Maar dat is echt weer gevorderd om daar verder op in te gaan. Hoor. Maar het is wel zo, wat je nu al leert, is dat je zegt van je stopt top van een serie in een kleintje beloofd plaatje. Je hebt de bieding, dus je hebt een aantal aangrijpingspunten om te weten wat je partner ongeveer heeft en daar een plan op te bedenken. Maar dit is echt heel veel spelen. Maar de meeste mensen doen er sowieso al een paar maanden over om überhaupt bridge te leren. Dus als jij op dag, het is nou dag 3, zou ik me niet te druk maken om de tegenspeltactieken. Het is wel goed dat je dat probeert te begrijpen. Maar dat gaat gewoon nog een tijdje kosten. Ah, jammer, dat wist ik niet. We hebben gewonnen, Jules. Ik ga de Jules is niet tegen aanspelen. Volgende keer ga ik Jules. Morgen moet je proberen te onthouden. Ga ik jou tegen Lotte en Jorik zetten. Want jij bent nu al 2 dagen op rij en ik heb zoiets. Weet je, dat is voor die anderen is het op een gegeven moment ook een beetje lastig. Steeds dat winnen van jou. 6, 7, 8, 9, met wie moet ik dan gaan spelen? Ja, dan moeten we eens even kijken. Dan moeten we loten, want iedereen wil met jou spelen. Maar wat betekent nu eigenlijk bij ons 8 slagen geld plus 100? 8 slagen geld plus 100 betekent 3 sans ertoe. Hoeveel slagen moet je dan maken? 9. En er zijn 8 slagen gemaakt, dus er is 1 strafslag en die levert 100 punten op. Oh, maar voor ons? Ja, dus de partij die niet gespeeld heeft, heeft het spel gewonnen. Ik snap het. Ik speel nog 1 potje, want ik moet ook weg. Top, helemaal goed, want het is ook al 5:30. Dan spelen we gewoon dit potje nog, aan 2 tafels. Kan iedereen dit laatste potje nog spelen? Ja, dan moet ik wel eten. Daarom. Nou, Jorik moet trainen, dus... Ja. En Jules moet van alles. Moet ik nu bieden of moet ik nu passen? Luc vraagt... Luc, je mag passen. Nou, een sans moet je eigenlijk bijna altijd passen. En Jules... Oh, wacht even. Hoeveel punten hebben jullie samen, denk je, Jules? Heel goed. Geweldig. En wat is de manche in sans? 3 sans. Ja, okay. Ja, top. Tim? Tom. Oh. Tim, jij mag morgen met Jules tegen Jorik en Lotte. Moeten we even onthouden.
Dat vind ik wel een ben ik er niet. Wat moet ik doen? Even denken hoor. Zuid, je zit Bente. Pas toch? Nou, ik ga even kijken. Jij hebt dus dezelfde hand bijna. Yes. Mama. Jouw partner heeft 15 tot 17 punten, Bente. En je hebt geen hoge kleurenfit. En je hebt zelf 10 punten. Dus 15 tot 17 plus 10 is 25, 26 of 27. Dus voldoende voor een manche. Dus de manche sans is 3. Dus 3 sans. Volg je me? Oh, ja. Ja, het is eigenlijk gewoon van, joh, we hebben 25 punten staan. We hebben geen hoge kleurenfit. Dus 3 sans toe. Tom. Ik zie ook echt nog een kusje. Ja. Even, ik weet niet zeker of ik jou geappt heb, hoor, maar dat kan goed zijn dat ik dat ben vergeten. Maar ik heb morgen een verplichting vanuit school, dus ik ben er morgen helaas niet bij. Oh nee, dat had jij mij zeker wel gezegd, inderdaad. Oké, okay, nee, dan... Nee, dat is prima. Nou, dan. Jij bent Luc? Ja, weet ik, maar ik moet nu de schop-off eruit spelen. Wie stelt deze vraag? Luc. Oh, sorry, Luc. Ja, je start met je langste kleur. En dan staat je klein kleurig plaatje. Jules. Ik. Luc. Oftewel Charlie. Die Jules? Jules dummy. Jules is er even niet. Ik bedoel in ons potje van Jokke. De Harte Koning is een perfecte start, de hoogste van de serie. Jorik start goed. Maar moet ik er dan nu overheen of moet ik gewoon even... Nou, je moet gaan kijken. Nou, ik zou eerst even een kleintje spelen. Ja, precies. Eerst één keer een kleintje en Jorik weet waarom. Maar Jorik, jij had mij er nog een bericht over gestuurd. Je moet proberen de communicatie te vermoorden bij de tegenpartij. Ja. En dan moet ik nou mijn neven spelen. Dan moet ik nou denk ik mijn neven spelen, of niet? Nee, ik zie geen reden. Ik zou gewoon een kleintje spelen of zeggen. Nee. Dus, Ja, en nu dan denk ik wel. Ja. Doe het maar gewoon. Volgens mij heeft Jules een stand ingestuurd. Hi, gaat het goed? Hi, Jules. Kunnen jullie allebei Britje? Mijn snit zat mis, Tom. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is gewoon ja, maar je speelt het perfect. Dus dat is wel een goede manier om het spel aan te pakken. Ik weet even niet zo goed wat ik moet doen, Tom. Even kijken hoor. Ja, je kunt. Ik zou een kleurtje gaan ontwikkelen. Die schop heb je al 2 vaste slagen. Saai, klaar heb je ook al 3 vaste slagen. Ja, ik zou een ruiter spelen. En je zou de ruiter speel je naar de 100 toe. Dus probeer maar eens een kleine ruiter te spelen. Oké. Okay. Hey Jules, maar ik had nog een bericht voor jou. Ja? Ja? Probleempje. Ik had, morgen had ik jou aan Tim gekoppeld. Maar blijkt dat Tim naar school moet. Dus dan moet je met mij. Hey, gaan wij winnen of gaan we winnen? Gaan winnen. Absoluut. Nou, top. Hebben we dat ik heb niet echt veel keuze. Nee, we hebben geen keuze. Dan gaan we eens even, dan gaan we Jorik en Lotte aanpakken. Goed gespeeld, Jopke. Zie je nou wat er gebeurd is met die 13 ruiten? Ja, ik snap het. Ja. Dit is het hele eierenreven. Maar nu moet ik maar nu, hoe kom je daar? Dat noemen ze een oversteek. Ja. Je moet gaan reizen van noord naar zuid. En hoe, met welke kleur ga je die reis doen? Over wat heb je het eigenlijk nu? Wat zeg je? Oh, zeg maar, waarvoor zou ik naar zuid moeten reizen? Ik, oh ja, ruiter 6. Er zijn 12 ruiters uit. Ruiter 6 is toch de 13e ruiter? Ja, oké, okay, precies. Ja, oké. Okay. Ik vind die reis wel een... dat is wel wat waard. Is de aas er al uit, Klaver? Oh ja, ik zie het al. Heb je zelf.
Charlie. Ja? Volgens mij kun je zo meteen claimen. Dat klopt. Maar dat doe ik niet hoor. Wat ben jij een grappig bij de hand kind, Sjul. Dat is een compliment. Maar het is wel... Ja, het is grappig. Krijg jij op school allemaal extra werkjes van die juf? Eerst wel, want toen zat ik nog in groep 6. Maar nu ben ik naar groep 7 gegaan en nu niet meer. Omdat het al goed moeilijk is voor mij. Je hebt al een klas overgeslagen? Ja. Oké. Okay. Ik ben juist blijven zitten. Zeg maar dat je in coronatijd bent overgestapt. Ja, ik hoor. Mama, dat heb jij al gezegd, hè? Ik stond nog steeds mute. Oh. Nee, is prima. Je bent gewoon, je hebt ook klas overgeslagen. Dat is helemaal goed. Nou, moet. Hi. Ja? Nog 2 minuten. Ja, we zijn bijna klaar hoor. Oké. Okay. We zijn nu alweer klaar met spelen, jongens. Allemaal hartstikke goed gedaan. Heel even, Tom. Wij zijn bijna klaar. Ja, jullie zijn, ja, ik zie het. Ik zie de 2 tafels zie ik gewoon spelen. Goed gespeeld, Jokke. Je ziet inderdaad, hoop ik, ook met die ruiten van wat het effect ervan is. Dus je hebt en een soort snit gedaan, dubbel. En je hebt benut. Toch heb je dan de neiging om gewoon die A's en zo te spelen. Maar eigenlijk, ja, die heb je inderdaad toch al wat jij zei. Dus ja, eigenlijk zie je bijna altijd bij beginners. Jullie zijn natuurlijk wel echt beginners. Maar mensen die net beginnen, die rapen eerst al hun A's en koning op. En geven dan de rest af. En goede spelers, die geven eerst wat slagen af. Zag je wat Jorik deed bijvoorbeeld op het ene spel dat hij een klavertje is afgaf? Ja, precies. Ja, dus eerst de slag afgeven om daarna je slagen te pakken. Dus dat is heel belangrijk. Ik zal in de app straks nog eventjes wat dingen sturen van schema's. Maar er zijn niet zoveel als vorige keer. Misschien nu maar 1 of 2. Probeer gewoon zoveel mogelijk te oefenen weer. Op Barry's internetclub. Het toernooi van vandaag, wat ik zo mee zal doen voor de startersclub, die ga ik opnemen. Dus het toernooi wat vandaag gespeeld gaat worden, ga ik straks zelf opnemen. En dan ga ik op YouTube zetten. Ik zal de link sturen in de app. Dat betekent dat als jullie hem zelf spelen, het toernooi van Barry, of al gespeeld hebben, maakt niet uit, dan kun je hem even terugkijken met mijn commentaar erbij. Okay, leuk. Misschien aardig, weet je. Dus dan kun je misschien kijken of dan kun je vergelijken met hoe ik het gespeeld heb en hoe je het zelf speelt. En voor de rest kun je ook altijd onderling met elkaar ook nog afspreken om te spelen. Wat erbij. En Lotte ook, want ik zie dat jij met die biedingen zie ik dat je heel makkelijk doet. Dus daar maak ik uit op dat het voor jou best wel goed te doen als zou moeten zijn, denk ik, om online te spelen. Klopt dat? Ik ga het hard pikken in plaats van... Ja, oké. Okay. Voor mij zijn we rond. Ik zou zeggen, bedankt allemaal. Is er iemand die nog een vraag heeft of een opmerking? Niemand? Nee. Dan zal ik allemaal lekker eten. Yes. En dan zie ik jullie morgen weer. Vragen tussen de online. En kijk straks naar het filmpje van Barry's, van Barry. En dan kunnen jullie zien wat het... Oké. Okay. Kunnen jullie zien wat mijn manier van spelen is. Oké. Okay. Doei. Hoi.